Helpportra Day is een wereldwijd evenement wat jaarlijks wordt gehouden in meer dan 60 landen over de hele wereld. In Groningen organiseren we Helpportra Day voor de derde keer. Dit keer op de mooiste plek die wij ons konden wensen. In de Martinikerk in Groningen, Hartjestad. Hoe vindt u het nou op deze dag in Groningen bij Helpportra? Deze dag, hele mooie dag. Daar ben ik heel blij en trots met mijn dochter hier te zijn. Het is wonderlijk. Met zo'n gelukkig professionele fotografen die het foto kunnen wat bijwerken. En voor mensen die niet de mogelijkheid hebben om dat te doen, dan is het voor hun de gelegenheid om er gebruik van te maken. We hebben het gehoord van school, zeg maar, dat hier wat te doen was. Dus zijn we met de verjaardag van mijn vriendin hierheen gegaan en vanavond gaan we het eten dus. Ja, ik vind het heel mooi. Heel mooi initiatief. Gewoon dat je even een lekker middagje kan laten verwennen. Wat we vandaag beleefd hebben is een geweldig evenement met meer bezoekers dan dat we ooit gehad hebben. Op een geweldige locatie met geweldig leuke mensen die ons allemaal meegeholpen hebben daarin. Helemaal vrijwillig, helemaal op eigen kosten. En ja, we hebben vandaag ook weer gezien dat we een geweldige klus gedaan hebben. En mensen die zich dat normaliter niet kunnen veroorloven, een paar uurtjes uit hun sleur gehaald hebben, zeg maar. Die mensen hebben we vandaag een portret kunnen geven. Je bent een van de vrijwillige visagisten hier. Ja. Hoe vind je het om Helpportra mee te werken? Ja, echt helemaal super. Mensen zijn zo blij en ja, je wordt er zelf ook gewoon helemaal blij van. En gewoon dat resultaat, mensen komen naar je toe met de foto. Jij bent een van de vrijwilligers hier op Helpportra Day. Wat vind je ervan om hier aan mee te werken? Nou, ik vind het fantastisch eigenlijk. Het is heel leuk. Ik moet zeggen, heel ontspannend, heel vrijwillig. Ik word er heel vrolijk van. Heb je al veel blije mensen gezien vandaag? Ja, best wel. Als je zo naar die foto kijkt, wat vind je er dan van? Wat doet het met je als het resultaat ziet? Het is een plaatje, zeg maar, van mezelf, wat ik niet zo ken. Dus ja, ik vind het wel. Waarom niet? Waarom? Nou, ik kom niet zo vaak op de foto. Oké. En dit is echt een beetje een portretfoto. Ja, ik voel me wel trots als ik hier naar kijk. Ja. Mooi. Het is de derde keer dat ik op deze dag ben. Het is het derde jaar van elkaar en ik vind het nog steeds heel erg leuk om te doen. Het is een enorm leuk initiatief en ik hoop dit nog jaren te kunnen doen. Ja, ik vind hem heel anders als ik normaal in de spiegel kijk. Je bent opgemaakt, het haar zit anders. Dus het is best wel verrassend. Ja. Ja, ik vind hem wel mooi. Portret, wat vind je er nou van en hoe is deze dag voor jou verlopen? Ja, ik vind het een superleuke dag. De mensen krijgen normaal dus niet zulke foto's en ze genieten er zo van. Ik vind het heel leuk dat je dit voor mensen kunt doen. Well,
crowd is professional. We are so happy to enjoy this event. Okay. Yeah. You come from Holland or? No, we come from China now, but we already live in Netherlands for a long time. Well, I think it's really a happy moment and give us very good time for the future to memorize. And also this environment, the church and even the pipe and so on, it's so great. Yeah. Ook mede geholpen door deze prachtige ruimte, maar ook met name door een aantal professionals die gewoon hebben laten zien dat ze dit aan kunnen, zeg maar, vanuit hun eigen disciplines. En dan noem ik weer de kappers, de fotograaf, de fysicisten, de vrijwilligers en iedereen die me meegeholpen heeft, dat die samen in staat zijn om zoiets neer te zetten, zeg maar. Geweldig, geweldig. Goed, de mensen zijn nu aan het afbreken en hebben een geweldige helpporter gehad in Groningen in de Martinikerk. Alle vrijwilligers hebben hun best gedaan om een geweldig resultaat neer te zetten. Veel mensen blij gemaakt. Tot volgend jaar!